ja, ga ik slachtoffer zijn na mijn scheiding? Of wil ik een voorbeeld voor mijn kinderen zijn? Ja, ja. Het leven weer opnieuw beginnen. Je begint gewoon letterlijk op nul, ook financieel. Mm-hmm. Op een gegeven moment was dat misschien een beetje een verslaving. Wij zien het als investering. Oh, oh, dat is het. Uitgewerkt. Ja, ja. Mijn hele profiel uitgeschreven. En ja, wat ik eigenlijk daaruit haalde, was dat ik al heel erg veel leef volgens mijn eigen design. En dat is onbewust gebeurd. Door een gesprek met Stijn zei hij van, ja, waarom zou je niet gelijk voor je droom gaan? En toen dacht ik, ja, je hebt eigenlijk ook gewoon gelijk. Ga ik aftrappen? Ja, doen we. Ja, hier in het prachtige Portugal. Dit keer trouwens niet in de prachtige vallei van Faro. Je ziet het, een iets andere setting. We zitten op een nieuwe plek, waar we ook 2 maanden zitten. In de Campo van Alvor. En ja, we noemen het Casa di Oma. En ik zit hier met Danielle. Superleuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, je bent hier op vakantie in Algarve. En hoe vind je het tot nu toe, jouw gevoel met Portugal? Het is je 2e keer, toch? 2e keer. Net als de 1e keer, heel prettig. Leuke mensen, vriendelijke mensen. Alles is heel gemoedelijk. Mooie dingen gezien. Portugal is gewoon een ontzettend mooi land. En, ja. We voelen ons er best wel thuis. Ja, nee, je hebt net nog een hele, of nee, gisteravond nog een hele mooie plek gezien. Dus dat is ook wel heel tof. Misschien dat het straks nog te sprake komt, want Zeker. Nou ja, dat was wel heel tof volgens mij. Ja. Ja. Nou ja, tot nu toe heb ik dus gesprekken gehad met vrouwen die ik eigenlijk een aantal jaar ken. En eigenlijk mede ontmoet door het online ondernemerschap of door het reizende bestaan. En die hier in Portugal wonen. En opeens dacht ik, oh, er ontstaat eigenlijk een soort van Portugal-serie. Maar ik dacht, ja, moeten de Windy Womans nou in Portugal wonen? Of ook, zijn er ook vrouwen die op bezoek komen? En ik moest ineens aan jou denken. En nou ja, wij kennen elkaar niet een paar jaar, maar wij kennen elkaar wel echt een stuk langer. 15 jaar, om precies te zijn. Want hoe heb ik jou ontmoet? Je bent de zus van mijn vriend, ofwel van Stijn. Dus je bent mijn schoonzus. En ik vind het eigenlijk ook wel bijzonder dat we hier zitten. Ja, zeker. We hebben natuurlijk vaker gesprekken gehad, maar meestal ook wel waar andere familieleden bij zijn. Of... En nu hebben we gewoon even lekker een uurtje met z'n tweeën. Nou, helemaal leuk. Ik zat er even over na te denken. Ik moest heel eerlijk dacht ik, oh ja, 15 jaar geleden was ik 22. Dus ik was student. En ik kende je eigenlijk niet heel goed. Ik denk dat ik zat in een hele andere levensfase. Ik was student. Nou, jij net moeder. Want, of nee, niet net. Jij was al moeder. Ja. Dus sowieso. 4 en 3 waren ze toen. 4 en 3, ja, ja. Moet je zien. Ja, precies. Kleine groepjes. Dus, ja. En ik dacht nog, als student ben je een beetje alles aan het aftasten. Je relatie, vrienden, jezelf. En ik denk dat er iets minder focus was op familie. En dat is nu wel een stuk meer. En ik denk, als ik ook nu kijk, van ik ben ook net moeder geworden, dat er ook weer wat meer verbinding daarin tussen ons ook is ontstaan. Zeker, ja. Zeker. Dus ik wilde eigenlijk heel even nog iets laten zien, want ik dacht, wanneer was nou het moment dat we wellicht iets meer naar elkaar toe waaiden? En dan wilde ik eigenlijk even deze foto laten zien. Kijk. Ja. Dat was 2017 in Malaga. En dat moet ik zeggen, dat vind ik ook wel leuk van jou. Jij neemt je kids ook echt overal mee naartoe. Zeker. Jij bent ook echt wel van de belevenissen. Wat zegt jou dit beeld als je hiernaar kijkt? Dat we samen sowieso altijd heel veel plezier hebben. En dat vind ik heel belangrijk. Dingen ondernemen samen. Nieuwe dingen ondernemen. Want dit was dan wakeboarden. Ja, ja. Dat hadden we allemaal nog nooit gedaan. Nee, precies. Wel. Viel ook een beetje tegen. Nou, bij 1 iemand niet. Nee, Stijn die kon het weer gelijk natuurlijk. Maar, voor ons was het iets lastiger. Ja. Maar altijd toch wel de grenzen ook verleggen. Ja. En ja, ook het enthousiasme wat jullie hebben naar mijn kinderen. Ja, dat is fantastisch. Ja, dus, nou, leuk. Nee, daar ben ik altijd heel dankbaar voor. Ja, ik heb foto's zitten terugkijken van die vakantie. We hebben toen zoveel gedaan. Ja. Want ik heb ook nog een andere foto om te laten zien. Dat vergeet ik ook nooit meer. We hadden in die periode, wij huurden een appartement in Malaga. Maar we hadden ook nog onze camper. En op een gegeven moment zeiden we, zullen we de camper pakken en een nachtje overnachten? Ja. Dus dat kon precies met z'n vijven. Ja. En toen reden we vanuit Nerga, gewoon even langs de kust. Ja. En toen zijn we hier gestopt en hier hebben we toen ook overnacht. Nou ja, en als je het hebt over vrijheid, de waarde vrijheid. Dit staat voor mij ook wel echt als vrijheid. Ja, avontuur. Ja.
En ik maak even gelijk het bruggetje naar Windy Woman, want zij omarmen ook de waarde vrijheid. En ik wil je nog heel even meenemen van, ja, wat is nou het idee van de Windy Woman Talkshow? Nou, die is dus ontstaan dit jaar. Ik voelde gewoon heel sterk dat ik ook een eigen project wilde starten. Van vrouwen die op mijn pad zijn gekomen of die al wat langer in mijn leven zijn. ik omschrijf de Windy Woman eigenlijk als ondernemende, reislustige, bewuste vrouwen. Die dus inderdaad de waarde vrijheid omarmen. En die het vaak voor de buitenwereld net even wat anders doen. Dus bijzondere keuzes maken. Waarvan ik denk, je maakt hele mooie keuzes rondom de thema's. Persoonlijke ontwikkeling, vrijheid, self-care. Dus dat. En dus vandaag met jou in gesprek. Ook om te kijken, hoe is jouw wind de afgelopen 10 jaar gewaaid? Ja. En ik heb jou ook nog een opdracht meegegeven om ook wat foto's mee te nemen. Die beeldend staan voor hoe waaide jouw wind 10 jaar geleden. Ja. Nog een project wat je bezighoudt. En jij en het moederschap. Dus laten we aftrappen als eerst van, wie was Danielle in 2013? Neem ons eens mee. Ja, totaal ander persoon dan nu. Ik had toen net een scheiding achter de rug. Ik heb een jaar van herstel toen gehad. Om te zorgen om eerst even weer rust en balans samen met de kinderen te vinden. Ze waren toen 5 en 7, dus best wel jong. Mm-hmm. En dan sta je er in één keer alleen voor. We hadden een dansschool samen. Dat was weg. Het huis was weg. Ik moest gewoon echt helemaal opnieuw beginnen. En daarnaast had ik ook eigenlijk geen gevoel voor eigenwaarde meer. Geen zelfvertrouwen. Dat was allemaal weg. Doordat ik toch in de jaren daarvoor mensen heel erg over mijn grens heen heb laten gaan. Dus dat was best een pittige tijd. En ik was 22 toen ik trouwde. 25 toen ik moeder werd. Voor de eerste keer. En van vanaf mijn 20ste eigenlijk ook al ondernemer door de dansschool. Nou, dat viel dus weg. En dan ga je leven weer opnieuw beginnen. Je begint gewoon letterlijk op nul, ook financieel. Mm-hmm. Ik had echt helemaal niks meer. Ik had alleen nog de kinderen en mezelf en dat was het. Ja, wat ga je dan doen? Eerst natuurlijk die rust vinden, dus dat is gelukt. En na een jaar begon het toch alweer heel erg te kriebelen. Dat ik zoiets had van, ik mis het ondernemen eigenlijk wel. Ja. Ik had gelukkig naast de dansschool heb ik altijd een parttime baan bij de gemeente gehad. In verschillende functies. Dus ik had gelukkig wel iets van inkomen. Ja, dat was ook een beetje je houvast. Naast je kinderen. Ja. Maar dat, dat was nog financieel dan mijn houvast. Dat ik gewoon rond kon komen. We hadden het niet breed. Maar we konden gewoon rondkomen, konden kinderen wel gewoon laten sporten. En dat waren dingen die ik heel erg belangrijk Gaf dat toen ook rust, zeg maar? Want je gaf net aan van, op een gegeven moment was er een periode van rust. Ja. Was dat iets wat onder andere meespeelde? Of hoe heb je dat aangepakt? We hadden in 2013 hadden we dan ook een huurden we privé een huis. En dat was wel onzeker, omdat we ieder half jaar werd dat verlengd. Dus was maar de vraag of we konden blijven wonen. We stonden ook ingeschreven bij de woningbouw. En dat, dat duurt een paar jaar voordat je iets hebt. Ja, ja. En we hebben daar 2 jaar kunnen wonen. En precies op het moment dat we daar echt uit moesten, kregen we ook een huisje van de woningbouw. Dus toen pas hebben we eigenlijk echt rust gehad. Want toen wisten we van, hier hoeven we niet uit. Hier kunnen we blijven zolang we willen. Ja. Plus part-time baan daarnaast. Kosten werden ook iets lager als je via de woningbouw huurt. Dus ja, ja, ja. Dus dat, je zat in een mooi huis, dat moet ik wel zeggen. Het was een heel mooi huis. Heel fijn. Mooie kerstavonden gehad. Ja, ja, zeker, zeker. Dus het was om te herstellen een hele fijne plek. Ja. En toen kwamen we in een huurhuisje terecht. Wat ook voor ons wel een hele fijne plek is geweest. Het was niet groot, maar wel heel gezellig. En lekker tuintje erbij. En daar hebben we eigenlijk een hele fijne tijd gehad. Daar heb ik denk ik zo'n 7 jaar gewoond met kinderen alleen. Ik ben 7,5 jaar ook alleen geweest. En in die 7,5 jaar ben ik wel heel erg met mezelf aan de slag gegaan. Omdat ik gewoon zoiets had van, ga ik slachtoffer zijn na mijn scheiding? Of wil ik een voorbeeld voor mijn kinderen zijn? Ja. Die keuze was voor mij heel makkelijk. Ik had zoiets van, ik wil gewoon een inspirerend voorbeeld voor mijn kinderen zijn. Hoe ik dat ging doen, wist ik toen nog niet. Hoe die wind ging waaien. Nee. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste. Om het even los te laten hoe. Ja. Maar in ieder geval, je hebt in ieder geval besluit genomen. Ik had zoiets van,
ik neem mijn verantwoording. Ik ga zorgen dat we samen met de kinderen gewoon een fijn leven gaan krijgen. Of dat hadden we inmiddels ook wel weer. Ondanks dat je aan het herstellen bent. Maar wel, we gaan leuke dingen doen en kijken wat er mogelijk is en wat er op ons pad gaat komen. Nou, wat ik al zei, ik miste het ondernemen. Dus ik ben eigenlijk begonnen met mijn verhaal te delen. Ik ben gaan schrijven op Facebook. Ik kreeg steeds meer volgers. Mensen die het herkenden. En zo is uiteindelijk op een gegeven moment mijn ben opleidingen gaan doen. Ik heb onder andere NLP gedaan. Maar ook, hoe bouw je een bedrijf? Ja. Daarin heb ik ook veel met Stijn en met jou zijn we opgetrokken in die tijd. Hoe maak je een website? Hoe werkt social media? Webinars geven? Het was allemaal nieuw voor mij. Maar heb ik in die jaren allemaal wel eigen kunnen maken. Ik denk dat daar ook wel onze winden opeens weer kruisten in het online ondernemerschap. Ja. Van hoe werkt dat? Ja. Ja, ook omdat ik natuurlijk alleen was met twee kindjes. Had ik wel zoiets van, hoe ga je dan ondernemen? Zodat je en tijd hebt voor de kinderen en zelf iets moois weg kunt zetten. En dat was online natuurlijk wel ideale tool voor. Dus ik heb daar veel tijd in gestoken om dat allemaal eigen te maken. Maar ook heel veel persoonlijke ontwikkeling. Dus ben best wel spiritueel van mezelf uit. Echte gevoelskant. Dus niet op een bezem en wegvliegen. Ja. maar alles vanuit. Ik heb ook het idee dat dat wel een beetje aan het weg dempen is. Gelukkig wel. Dat idee. Ja, ja, als je het woord spiritualiteit noemt. Ja. Dan is het tegenwoordig wel anders kunnen zien. Gelukkig maar. Ja, toen de tijd nog niet zo. Ja. Maar dat was alles gebaseerd op zelfliefde. Dus om in verbinding te komen met mezelf. Dat was het doel, omdat ik die verbinding kwijt was. Ja. En ik weet ook inmiddels dat ik alleen met andere mensen in verbinding kan. Als ik in verbinding met mezelf sta. Dus daar ben ik heel hard mee aan de slag gegaan. Er zijn hele leuke dingen in die tijd op mijn pad gekomen. Onder andere wat je op deze foto ook ziet. Zullen we hem even in beeld brengen. Ja. Ja. Dat doordat ik heel veel van me af heb geschreven, had ik op een gegeven moment zoiets van, ik kan er eigenlijk wel een boek over schrijven. En dat was een boek die over 3 stappen naar onafhankelijkheid gaat. Je vrijheid, want dat is voor mij ook enorm belangrijk. Ja. En ook mijn grote levensles geweest na mijn scheiding. Ja. Het boek heet Gelukkig leren dansen met het leven. Vond ik ook wel mooi inderdaad, dat je die bewoordingen gebruikt van ook van je ervaringen uit de dansschool. Ja. Ja, want je kan natuurlijk ook denken van, de dansschool, daar had je ook een hoofdstuk afgesloten. Ja. Maar je hebt het toch wel weer meegebruikt in je boek. Zo. Ja, want ik zei na mijn scheiding altijd, ik ben uitgedanst, ben er klaar mee. Ja. Terwijl dans ook echt wel mijn passie is. Ik vond het echt wel heel erg leuk om te doen. En nog steeds vind ik het heel mooi om te zien. En iedereen heeft zijn eigen dans met het leven. Dus daar kwam eigenlijk de boodschap, gelukkig leren dansen met het leven. Van wat is nou jouw dans met het leven en wat past bij jou? Daarin heb ik ook andere vrouwen geïnterviewd die ook best wel diepe dalen hebben gezien en toch weer de kracht in zichzelf hebben gevonden om een mooi leven op te bouwen. En dat was een beetje het netwerk wat om mij heen kwam, dat type vrouw. Die ben ik ook gaan coachen daarna. En toen ik dat boek heb geschreven, had ik zoiets van, wil ik op een mooi moment lanceren. Dus ik heb een event georganiseerd, 100 vrouwen in de zaal. Jullie zaten ook in de zaal, waren uit Spanje overgekomen. Ja, ja, inderdaad. Want jullie hadden ook een onderdeel in het programma. Ja, ja, we hebben nog op het podium gestaan. Oh, ik kan eigenlijk nog wel een foto in beeld brengen. Ja, die heb ik nog wel. Jullie hebben op het podium gestaan om ook jullie verhaal te delen. En dat was gewoon super tof. En op deze foto sta ik samen met Annemarie van Gaal, omdat zij voor mij ook wel een inspirerend voorbeeld is over financiële onafhankelijkheid. En ook best wel een pittig leven heeft gehad. En toch heel succesvol uiteindelijk geworden is. Gewoon het geluk weer gevonden heeft. Een hele krachtige vrouw. Ik vond het ook heel mooi om haar zo op het podium te zien. En heel waardevol. Want dit was dus 2013. Nee? Nee, 2016. Ik had het erbij gezet. Ja, 2016. Dus super tof dat je dat soort dingen mag doen. Dat op je pad komt. Maar dat is ook wel gewoon door te doen, heb ik ervaren. Ja, ik vind het ook wel bijzonder. Want je hebt een boek geschreven. Inmiddels ken ik meerdere mensen die een boek hebben geschreven. En dan is natuurlijk de vraag, hoe ga je het lanceren? Ja. Maar je had echt een gevoel, ik ga dit ook groot doen. Ja. Althans, dat was wel een groot event. Ja, het was maar groot. En ik had nog nooit op het podium gestaan. Dus vond het ook best wel spannend. Ja. Maar je voelt je toch gedragen op de een of andere manier. Ook door de zaal, want er gebeurde veel. Want ik had fijne mensen om me heen die
ook onderdeeltjes in het programma hebben gevuld. Waardoor we samen echt iets heel moois weg hebben gezet. En ja, ja, tof. Kijk nog steeds heel, heel positief op terug. Ja. En ja, ook wel trots op. Ja, ja, heel cool. Ja, ja, nou ja, en dan dat is, hoe lang is dat geleden? Zeven jaar geleden. Ja. Ja. Nou, inmiddels is 5 jaar geleden Maarten in mijn leven gekomen. En durf wel te zeggen, mijn grote liefde. Ja, ja. Ja, jullie zijn nou ja, op het moment van deze opname 2 maanden geleden getrouwd. 8 weken geleden. 8 weken geleden. Ja, zijn we getrouwd zelfs. Ja. Hadden we zelf ook nooit verwacht dat dat zou gaan gebeuren. Maar ja, wel heel, heel bijzonder dat je nog iemand tegen mag komen waarin de relatie gelijkwaardig is. Dat je zo in verbinding bent met elkaar. Ja, wat ik al zei, dat kan alleen als je in verbinding bent met jezelf. Ja, en ja. Dat heb ik wel mogen ervaren, nou, hoe belangrijk dat is. En je hebt dus jezelf ook echt de tijd gegeven om dat te doen. Ja. Want je liet vallen, ik wist het niet meer exact, maar 7 jaar ben je ook alleen geweest. Ja, 7,5 jaar. 7,5 jaar. Ja, alleen met de kinderen. Echt een hele sterke 3-eenheid. Dus dat ja, heel bijzonder dat ik zo'n sterke band met mijn kinderen mag hebben. En nou ja, 5 jaar geleden kwam Maarten erbij. Dat vond ik best wel spannend. Om die 3-eenheid. Ja. Je laat toch weer iemand binnen. Vertrouwen was wel een issue. Vertrouwen in mensen. Maar goed, dat heb ik in de loop van de jaren wel weer wat meer teruggegeven. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, en bij Maarten voelde dat gewoon heel goed. En de kinderen hebben hem ook direct omarmd. Beide kanten op. En ja, ben heel blij met hoe dat nu gaat. Ja, hoe we het mooi met z'n vieren samen hebben. En ook met de kinderen van Maarten erbij. Ja, ja. Ja, mooi. Want ik zit nu te denken, de kinderen zijn nu inmiddels 18 en 19. Ja. Dus ze waren al wat ouder. Nou, ja. In die zin wel in hun tienerfase richting volwassenheid. Ja. Was het dan juist wat makkelijker om die verbinding dan aan te gaan met een nieuwe man in huis? Of hoe heb je dat gezien? Nee, ik heb nooit gecommuniceerd naar leeftijd. Nee. Ja. Nee, naar leeftijd maakte voor mij niet zoveel uit. Misschien is het zelfs wel makkelijker als ze wat jonger zouden zijn dan als ze pubers zijn. Ja. Ja. Maar daar heb ik eigenlijk nooit overdag meer van. Wij zijn zo close met z'n drieën. Hoe gaat dat dan zijn als je met z'n vieren bent, als er gewoon iemand bij is? Ja. En dat ging eigenlijk heel natuurlijk, heel vanzelf. Doordat ze elkaar allemaal gewoon zichzelf hebben laten zijn. Ja. En ja, dat was heel, heel fijn. Ja, nee, heel mooi. Ja, daar ben ik mooi, heel dankbaar voor. Mooi ook om te zien, inderdaad. Ja. Ja, ja, en we zitten al een beetje zo in die halverwege jouw 10 jaar. Maar wat is voor jou echt een omslagpunt geweest om het dus nu anders te doen? Want inmiddels, vandaag is ook een bijzondere dag, hè? Ja, vandaag is zeker een bijzondere dag. Het is 1 augustus en ben ik officieel uit dienst bij de gemeente. Ja. Dus volledig zelfstandig nu. En wat ik al zei, Maarten kwam 5 jaar geleden in mijn leven. En toen voelde ik op een gegeven moment dat hoe ik mijn bedrijf runde, dat ik zoiets had van, ja, past wat ik doe nu nog helemaal bij wie ik ben en waar ik nu sta? En dat antwoord was eigenlijk nee. Hoe mooi het ook was wat ik mocht doen, maar ik had wel zoiets van, nee, volgens mij is het coachen voor nu klaar. Ja, want je had toen het bedrijf Succes Mama. Ja. En je werkt bij de gemeente, hè, die combinatie. Dus, ja. En de gemeente was 2 dagen, dus daardoor had ik ruimte om mijn bedrijf op te zetten daarnaast. Maar ik voelde ook dat het niet helemaal stroomde. Dat ik zoiets had van, ja, zie ik mezelf dit over 10 jaar nog doen? En nou, dat antwoord was wel duidelijk nee. En toen kwam ik er eigenlijk ook achter dat de afgelopen 10 jaar gewoon mijn eigen proces is geweest van, ja, wie ben ik nou? Wat wil ik? Waar word ik nu echt blij van? En dat bleek met een camera in mijn handen. Ik kreeg altijd wel te horen van anderen van, oh, jij weet altijd precies op het juiste moment de klik te maken. En daar was ik me niet zo van bewust. Want dat doe je dan gewoon. En ik heb wel mijn hele leven lang al foto's gemaakt. En op reis was ik altijd degene die een camera mee had. En kinderen zijn ook helemaal plat gevangen. Ja. En albums van gemaakt. Ja. En, ja. Allemaal voor die herinneringen. Ja. Allemaal voor ik ga er ook op aan, want ik ben ook echt iemand die alles verslag legt. Dus ik snap het helemaal. Ja, ik heb tot hun 7e jaar geloof ik ook echt ieder jaar een album gemaakt van dat levensjaar. Dus ik heb best nog wel lang volgehouden. Tot hoeveel? 7 jaar. Tot 7 jaar, oké. Ja, voel ik best knap. Ja, ja, ja.
En toen had ik zoiets van, ja, daar word ik echt blij van. Maar ik wist toen nog niet hoe ik manueel kon fotograferen, dus met de hand. En, maar ik had zoiets van, nou, dan ga ik wel, heb ik een workshop gevolgd hoe je dat moet doen. En zo ben ik eigenlijk gewoon ermee gestart en ja. ingerold. Gewoon mensen gaan vragen van, mag ik foto's maken ja. Voor portfolio? Een keer zo hier en daar een workshopje gevolgd over ja, newborn fotografie. Of hoe vind ik nu mijn eigen stijl? Want dat was natuurlijk ook wel een dingetje. Ja, hoe ga je onderscheiden tussen al die fotografen? Ja, ja, want, even kijken, is dat nou 3 jaar geleden dat je daar drieënhalf jaar geleden dat we het om hebben gegooid. En toen ben ik dat ook alleen gestart. Maarten had ook gewoon een baan in loondienst. En zo ben ik erin gerold. En na een jaar begon het eigenlijk best wel te stromen. En kreeg het steeds meer vorm. En nu inmiddels staat het heel goed. Vanaf vandaag fulltime. En vanaf vandaag fulltime. Ja. Maar ik vind het ook wel mooi wat je nu zegt. Want wellicht zitten er een aantal vrouwen te kijken. Hoe pak je nou die... mensen willen wel gaan ondernemen, maar hoe ga je nou die stap zetten? Je hoeft niet meteen je baan op te zeggen en je gaat een bedrijf starten. Kijk, ook bij mij heb ik ook altijd parttime blijven werken en ben ik mijn bedrijf daarnaast gaan opzetten. Ja. Dus gun jezelf inderdaad die rust van even die financiën, maar wel tijd. Dus gun jezelf ook tijd. Dus misschien kan je minder gaan werken of pak je wel de weekenden, pak je de avonden, maar je kan al gaan starten. En ik denk dat het heel veel rust geeft als je het vanuit die manier kunt doen. Het is gewoon rustig opbouwt en inderdaad jezelf de tijd geeft. Ja. Ik heb ook echt gewacht van, nou, tot wanneer is het nu mijn tijd? Want ik voelde al veel langer dat ik hier wel naartoe wilde, naar dit punt. Maar ik had ook zoiets van, nou ja, Maarten was net gewisseld van baan. Dus even kijken tot daar de rust was. Want ja, 2 plekken. Een nieuw avontuur oefende ik ook niet gelijk. Ik denk, nou, eerst de rust op de ene plek. Ik ben altijd wel van, nou, eerst zorgen dat er rust is en dan daaruit de keuze maken. Ik denk ook wel dat je daar een bepaald type persoon voor moet zijn, inderdaad. Of je gaat all-in. Laatst sprak inderdaad iemand van, ja, nee, ik ben echt iemand van all-in. Dus Nou ja, als ik dan ook ja heb gezegd, dan ga ik ook all-in. Ja. Maar ik ben altijd wel in het afwegen van mijn keuzes. Ja, dat heb ik altijd wel in mijn leven gedaan. Ja. Dat ik dat wel belangrijk vind. En ook aanvoelen van wanneer is nu het juiste moment. Ja. Dat is eigenlijk heel mooi. En toen ben ik maanfotografie gestart. 3,5 jaar geleden. En maan staat voor Maarten en Daan, zoals de meeste mensen mij noemen. Ja. Staat ook nog eens voor natuurlijk licht. Ja. Omdat dat het licht is waar we het allerliefste mee fotograferen. Dus geen studiolamp of wat dan ook. Geen flitsers. Nee. En, gewoon puurheid. Puurheid, ja. En het mooie is eigenlijk dat met maan doe ik nog wel hetzelfde als met de coaching. Met het coachingsbedrijf. Want ook daarin zet je mensen in hun kracht vanuit verbinding met zichzelf. Als je mensen zichzelf kan laten voelen, dat ze zich vertrouwd en veilig voelen, ja, dan gaan ze zichzelf laten zien. En zet je ze dus eigenlijk onbewust ook in hun kracht. Ja. En leg je het ook nog eens mooi vast voor ze. Dus, ja. Voor ons wel heel mooi om te zien dat we eigenlijk nog hetzelfde doen, alleen met een andere tool. Ja, ander middel inderdaad. Ja. Want dat is wel... Stijn en ik hebben het mogen ervaren vorig jaar natuurlijk. Toen heb je ons gefotografeerd. Dus je hebt natuurlijk ook te maken met mensen... Van de ene kant vinden ze het leuk dat er foto's van je worden gemaakt. Maar voelen zich misschien ook oncomfortabel voor de camera. Ja. Hoe ga je, je positie doen en poseren... Maar je ziet ook door jullie ervaring, jullie weten precies wat je moet doen. Dat is ook wel mooi juist, te zien. Niet het poseren, maar mensen zichzelf laten zijn. Ja. Zeker als ze kindjes bij zijn, is dat altijd wat makkelijker. Want dan kunnen ze lekker met kindjes spelen, knuffelen. Dan ligt de focus meer daarop dan precies. Op zichzelf. Ja, dat vinden ze vaak makkelijker. Meer in het moment. Jullie hebben natuurlijk zwangerschap en newborn gedaan. Super mooi ook om te doen. En dat vinden we eigenlijk ook wel het leuke wat we doen. We zien gezinnen groeien. Omdat je van zwangerschap tot geboortes fotografeer ik dus ook. Ja. Heel bijzonder. En dan een newborn. En dan jaar daarna bijvoorbeeld als gezinnetje of wat dan ook. En dan zie je ze vaak terugkomende mensen. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ja. Ten eerste dat ze het vertrouwen hebben. En ten tweede dat ze ook de waarde daarin van zien...
om hun dierbare momenten vast te leggen. Dus ja. Ja, dat is leuk. Ja, en nou, je deelt het vaker al met mij of met ons inderdaad, dat jouw thema is echt verbinding. Ja. Maar hoe leuk is het dat je dus inderdaad start met een zwangerschapsshoot. Ja. En letterlijk, je op een gegeven moment zit je gewoon bijna een jaar of langer, ja. Jaren in, ja. In hun gezin. Ja. Je letterlijk verbonden aan hun. Ja, ja, we hebben mensen die komen soms 3-4 keer per jaar. Omdat ze dan zwangerschap, geboorte, newborn, met een half jaar, met een jaar. Het zijn wel de wat extremere gevallen. Maar ja, het is wel heel bijzonder dat gebeurt. Ja. Ja, dus ja. Nee. Dus dat is enerzijds de shoot, zeg maar, die we doen. Ja. Maar de afgelopen 2 jaar... Is de wind nog verder gewaaid. Is die nog verder gewaaid. Ja, ja. Want we hadden zoiets van, we houden ook van reizen. Hoe kunnen we dat nu gaan combineren? En we merkten ook wel... het coachen was dus toch nog niet einde verhaal, ik dacht. Ik kwam eigenlijk met een boemerang terug. Hey, hoe kwam dat eigenlijk? Hoe ging die overgang? We zijn begonnen met... op een gegeven moment hebben we ook een client closet. Dus dat is dat je mooie jurken, wat kinderkleding, babykleding aanschaft voor shoots. En op een gegeven moment... was dat misschien een beetje een verslaving? Wij zien het als investering. Oh, dat is het. Nee, we zien het als investering. Want de logeerkamer hangt inmiddels vol met mooie jurken en babykleding, kinderkleding, herenkleding. Dus het complete assortiment. En eigenlijk elke shoot wordt er wel iets gebruikt daarvan. Omdat mensen het wel fijn vinden dat ze voor 1 keer een shoot niet zelf een dure investering te hoeven doen. Ja, dat de kleding er gewoon is. Het is een bepaalde stijl die wij ook wegzetten. Ja. Inmiddels kennen wij trouwens de garderobe, Stijn en ik. Want we komen ook wel eens logeren. Ja. Ik ben benieuwd of wij volgend jaar of over 2 jaar nog kunnen logeren. Of dat het dan echt Nee, dit is gewoon... Dan maken we gewoon plek. Altijd leuk als jullie komen. Dus, maar toen was zoiets van, we hebben die kleding en daar kunnen we natuurlijk veel meer mee doen. Dus toen zijn wij zelf portfolio shootdagen gaan organiseren voor fotografen. Want we merkten dat fotografen ook wel de behoefte hadden om te oefenen. En met portfolio shootdagen heb je natuurlijk geen betalende klanten. Maar regelen wij modellen, kleding, locatie. En kunnen ze heel mooi portfolio werk maken. Zodat ze kunnen laten zien aan hun klanten van dit is wat wij kunnen bieden. Dit is wat wij kunnen. Ja. Ze leren heel veel tijdens die dagen. Je ontmoet andere fotografen. Dus je netwerk wordt ook weer groter met collega's. Ja, dat was super leuk. En dat was gewoon in Nederland. We wonen in Breda. Hele mooie plekjes bij ons in de omgeving. Waar we verschillende dagen daarin aan kunnen bieden. En toen dachten we, hoe tof is het als we dit ook in het buitenland kunnen doen. Ja. En toen zijn we naar Mallorca geweest voor de eerste keer. En een hele mooie reis gehad. En wij hadden wel zoiets van, er worden meerdere reizen aangeboden. En wij willen altijd wel net anders zijn dan anderen. Ja. En daar gaat het wat meer over de techniek van het fotograferen. En wij hadden zoiets van, bij ons draait het echt om de mens. Ja. Van wie ben jij nu als mens, als fotograaf? Omdat er zoveel fotografen zijn, hoe ga je nu onderscheiden? En waar ga je nou echt op aan? En dat kun je tijdens een reis heel mooi... de fotograaf laten ervaren van, hier ga ik eigenlijk heel erg op aan. Ja. Door inspiratieopdrachten, door bepaalde shoots te doen. Maar ook dus door coaching aan te bieden. Persoonlijke coaching. We houden de groep ook heel klein. Maximaal 6 deelnemers. Misschien dat we nog naar 8 gaan, maar dat is nog even de vraag. Dat is gisteren ontstaan. Ja. Maar dat gebeurt, weet je wel. Ja. Je kan je wel vastklampen aan... Dit is nu hoe het is, maar als er opeens een andere wat is het? Kans voordoet, dan word je weer even getriggerd van, misschien toch 8 een keer. Ja, ja. En die moet ik voelen. Ja. Dat is nu nog een beetje wel niet. Want ik vind het gewoon heel belangrijk om kwaliteit te kunnen blijven leveren en de coaching goed te kunnen blijven doen. Dus als we een programma kunnen maken waarin het past, helemaal prima. Ja. Voelt het niet goed, past het niet, dan doe ik het niet. Ja. Ja, zo is ook hoe ik erin sta. Of hoe wij erin staan, want dat je doen we samen. Samen met want Maarten is er eigenlijk spontaan ingerold. Die ging eens een keer mee om achter de schermen wat
ja, filmpjes te maken. Vonden de klanten erg leuk. Dus toen hebben we op een gegeven moment een extra camera gekocht. En is die lekker mee gaan shooten op de achtergrond. En zo is die er eigenlijk ingerold. Ja. En nou, maar het is ook wel, letterlijk ook weer verbindend met, met Maarten natuurlijk, of niet? Ja, je gaat samen op pad. En als het even kan, doen we het ook samen. Hij heeft wel gewoon nog zijn baan daarnaast. Ja. Ja, net in de zomermaanden is de zonsondergang, waar wij het liefst mee shooten, is vrij laat. Dus dan kan hij altijd mee. In de weekenden kan hij mee. Nou, de reizen gaat hij dus altijd mee. Onze vaste chauffeur en steun en toeverlaat. Hij is die one of the girls. Ja, ja, precies. Maar dat, ja, dat, hij is natuurlijk heel rustig en vertrouwd. En dat, ja, dat gaat heel makkelijk. Dus dat is heel fijn ook om dat ook samen te doen. Dat je ook die herinneringen samen kunt maken. Absoluut. Ja, en, ja, want dat is ook wel. Hè, dat je, stel, hij zou er niet bij zijn. Het is altijd een soort lastig om je echt je ervaring te vertellen. Ja, ja, hij zit echt in de groep. En hij maakt video's van de retraite. Dus dat is ook wel heel tof. Dus hij heeft ook echt wel een duidelijke rol in het geheel. Ja. Dus dat is heel leuk. En ja, naast Mallorca zijn we ook naar Granada inmiddels 4 keer geweest. Ja. September de 5e keer. En in oktober gaan we voor het eerst naar Oostenrijk, een nieuwe plek. Ja. Ook weer spannend, maar ja, ziet er ook weer super tof uit. En voor het voorjaar van 2024 gaan we ook weer naar Spanje en Oostenrijk. En Oostenrijk zit al vol voor het voorjaar. En Spanje hebben nog 1 plekje. Dus ja, super bijzonder. Dat, en dat, hoe is dat voor jou, zeg maar? Eerst Mallorca, toen inderdaad al 4 keer, het wordt 5e keer Granada. Ja. Voel je dan ook bij jezelf van, oh, er is tijd voor een vernieuwing of een touch? Zeg maar, past dat bij jou, dat jij vaak op zoek bent naar weer even iets anders? Ja, nee, dat heb ik absoluut wel. Zodra ik voel dat de energie op een gegeven moment uit een plek is, dan gaan we ook zeker verder. De reden dat en dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat die plek niet meer mooi is. Nee, maar, nee, je moet het zelf ook de energie van blijven krijgen. Want dat vind ik wel belangrijk. Want dat is toch wat je overbrengt op de mensen. Ja. En dat hebben we nu in Spanje nog niet. Het is nog steeds, voelt als thuiskomen. Dus dat is wel heel fijn. Maar we hadden wel fotografen die meerdere keren mee willen. Maar dan wel naar een andere plek. Ja. Ja. Dus ja, vandaar dat Oostenrijk er nu bij gekomen is. En zoals ik al zei, gisteren zijn we hier in Portugal, hebben we echt een super mooie plek bekeken waar we heel erg op aangingen. Ja. Dat mogelijk Portugal een van de volgende bestemmingen is voor een nieuwe retret. Ja, cool. Najaar 2024. Ja, nee, precies. Ik zie, je liet net al foto's zien, maar het ziet er echt heel vet uit. Ja. 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 En ook mooi hoe dingen zich dan kunnen ontvouwen. Tuurlijk sprak jij al wel voor je reis uit. Ja, we gaan. Of reisvakantie, we gaan naar Portugal. Ja. Ja, wellicht als er ruimte is, dan wil ik daar wel het een en ander daar ontdekken. Ook echt mooie plekken om te fotograferen. Ja. Maar goed, je had nog geen idee. Je had nog niet, denk ik, qua locatie niks. Nee, ik had wel gezocht op Google, maar er kwam niet echt iets boven. Dus ik denk, nou, dat was voor mij nog wel een dingetje dat ik dacht van, nou, hoe gaan we dat vinden? We wisten wel plekjes waar we eventueel zouden willen shooten en wat opdrachten willen doen. Die hebben we bekeken en sommige vielen tegen. Sommige waren hadden we niet op het lijstje staan en die zijn echt fantastisch. Oh ja. Dus dat is ook wel heel erg leuk. We hebben ook op een van die plekken hebben we ook geshoot op het strand met onze kleindochter. Ja. Dus dat was ook wel heel erg leuk. En die, dus het programma valt in ene keer in elkaar. Ook door dingen die ik heb natuurlijk mijn verjaardagscadeau van jullie hier gehad en ja, daar ontstond ook weer zoiets moois uit. En zo zijn we ook bij de plek terechtgekomen waar we gisteren zijn wezen kijken. Dus je ziet dus hoe hard je elkaar eigenlijk nodig hebt. En dat je samen nog zoveel meer moois weg kunt zetten. Dat, dat is zeker. Tof. Ja, want dat merken wij ook altijd, ook met andere dingen hoor. Dat zich dingen gaan ontvouwen als je mensen hebt ontmoet. En je legt gewoon even iets neer. En dan komt er alweer een idee. Of op die manier er wordt eigenlijk weer een nieuwe puzzelstukje valt weer. Ja, doordat je erover gaat praten. Ja. Ja. Dus, dat is super mooi. Leuk hoor. Ja, heel tof. Ja. Ik wil eigenlijk even het bruggetje ook weer maken naar het volgende. Want ik heb ook gevraagd, hey, is er een bepaald project wat jou nu bezighoudt dit jaar? Daar heb je ook een foto voor gestuurd. Ja, is tijdens een foto tijdens onze reis in Granada. En daarin fotograferen we ook elkaar.
in de ochtend. En wij staan liever achter de lens dan voor de lens. Maar we hadden zoiets van, nou laten we ook eens een keer meedoen daarin en voor de lens. En uiteindelijk heel erg blij met beelden. En deze foto staat voor mij ook wel, blik is naar de toekomst gericht. En die nieuwe stap waar vandaag dus dag 1 van is, is het bedrijf wat we nu hebben verder doorzetten, fine-tunen. Maar daarnaast willen we ook gaan kijken hoe kunnen we nu zorgen dat we financiële vrijheid voor onszelf gaan creëren. Dus dat is wel een project waar ik me het komende jaar ook mee bezig wil houden. Onze droom is een tweede huis in het buitenland. En of dat nu Portugal of Spanje wordt, dat is nog even de vraag. Ja, ja. Maar een van die twee landen spreekt ons wel het meeste aan. Ja. En het mooie was wel, we hadden zoiets van, eerst hadden we gedacht om eventueel in een garagebox in Nederland of zo, weet je wel, daar maar mee te beginnen om gewoon passief inkomen te creëren. En door een gesprek met Stijn zei hij van, ja, waarom zou je niet gelijk voor je droom gaan? En toen dacht ik, ja, je hebt eigenlijk ook gewoon gelijk. Ja. Dus die garagebox is aan de kant gezet. Ja. En mooi, ja. Ik moet meteen denken aan, dat is het stuk, het woord eigenlijk al financiële vrijheid. Dan zitten we vaak al gelijk in ons hoofd te denken van, oh ja, wat geeft nou echt cashflow? En wat, maar je moet het ergens ook voelen, zeg maar. Even als ik terugdenk, toen wij zeg maar een huis, wij wilden ook een huis kopen. We hadden toen een vastgoedcursus gedaan. Nou, dat krijg je natuurlijk van alles. We zijn heel dankbaar voor wat we daar allemaal geleerd hebben. Maar ook herfinancieren. We waren in Rotterdam, Dordrecht aan het kijken. Langetermijnverhuur. Dat was allemaal zo rationeel. En op een gegeven moment waren wij in Malaga. En toen voelden we gewoon echt, ja, maar dit is, je wil eigenlijk beleving verkopen. Ja. Dat voelden wij eigenlijk heel erg, die vakantiewoning. Ja. En natuurlijk, jij, we hadden allerlei, het ging helemaal tegen alle regels in van die vastgoedcursus. Ja. Maar ja, het voelt wel goed. Ja. Dus dat is natuurlijk, ja, garagebox. Nou ja, aantrekkelijk. Makkelijk kleinere snel. Investering, makkelijk snel. Ja. Maar ja, je moet hem ook voelen inderdaad. Ja. Nou, dus dat was hem daar dus niet. Toch niet. Nee, dus we gaan gewoon verder kijken van wat willen we. En zeker na gisteren werden we natuurlijk ook al heel enthousiast. Ja, want waar ben je gisteren geweest? Wat voor plek? Wat meer in de bergen. Ik heb toevallig vanochtend gedeeld, maar wel de plek nog even voor ons gehouden. Ja. Omdat we zoiets hebben van, ja, dit is zo exclusief. Die willen we even voor onszelf halen. Terwijl we normaal altijd alle locaties alles gewoon delen. Ja. Dus dat is ook wel even een nieuwe gewaarwording. Maar het voelt gewoon zo dat we hem even voor onszelf houden. Maar ja, het is een prachtige plek in de bergen. Een spa-resort is het. En ja, daar kan zoveel moois ontstaan. Ja, ja. Dus ik zie het al voor me. Ja, en wat deed het met je? Want nu zie je het echt voor je als van, nou, dit wordt een plek waar wil ik gewoon graag een retreat organiseren. Ja. Maar kreeg je ook een gevoel, omdat je net uitsprak, ik wil iets, of in Spanje of in Portugal, is het dan iets wat je zou willen? Of zie je het toch meer als een woning, een tweede vakantiewoning? Of zou je toch zo'n plek willen waar je wellicht je eigen retreats kan organiseren? Dat, ja. Het enerzijds als investering dat je het gewoon kunt verhuren. Anderzijds ook dat je ook met je familie samen kunt zijn. En, en als derde ook inderdaad, als je daar je eigen retreat kan organiseren. Ja, zou super tof zijn. Ja. Ja, ja. Dus nou, we gaan het zien. Je hebt het uitgesproken. Dus ik heb het uitgesproken, ik heb het gedeeld. En, hoe, maakt nog niet uit. Nee, we gaan zien hoe het loopt. En in onze gesprekken gisteren met de eigenaren kwamen alweer nieuwe ideeën boven. Iedereen heeft altijd, zeg ik altijd, kennis, hè? En informatie waar je wat aan hebt. En inderdaad, door in gesprek te gaan, wordt die kennis gedeeld met elkaar. En kom je weer tot nieuwe inzichten. Ja. 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 Dus dat is zeker een project. En voor maan willen we gewoon gaan kijken hoe we dingen nog wat slimmer kunnen doen. En beter weg kunnen zetten. En zou ik ook wel heel graag een nieuw coachingsprogramma weg willen zetten. Omdat ik wel merk dat daar bij fotografen wel behoefte aan is. Alles is nog inderdaad veel vanuit het hoofd. En zitten nog angsten en blokkades bij fotografen. En is meer op de techniek gericht. Op het bewerken, op het editen. Want daar lopen veel fotografen op vast. Ja, ja, en je benoemde het net al. Dat fotografen
Verschuilen zich vaak achter. Ja. Het heeft ook een beeldvorming. Hè? Ze verschuilen zich achter de camera. Ja. Is dat iets nu, zeg maar, in de afgelopen 2 jaar? Of hoe lang doe je de retreats? 1,5 jaar? Ja, 2 jaar. Twee jaar? Ja. Nou, we merken dat ze vinden het vaak lastig om mensen aan te sturen, om het zo maar te zeggen. En ja, dat zit hem toch echt in de verbinding aangaan. En daardoor zul je dus eerst in verbinding met jezelf moeten gaan, voordat je ook je verbinding met je klant aan kunt gaan. Dus een programma veel meer gericht op dat stuk. Hoe kom ik nou in verbinding met mezelf? Dus wat we tijdens de retraits ook doen. Maar hoe hou ik dat dan ook vol daarna? Als ik weer terugkom, want dat is vaak de uitdaging als je weer in de gewone wereld stapt. Dus meer daarop gericht zijn we nu aan het kijken van, nou, wat kunnen we daarin aanbieden? Want ons lukt het wel. Ja. Ja. En gaat het vrij natuurlijk. Ja, ja, mooi. Dus, ja. Ja, mooi hoe dat gaat. Ja. Ja. En graag, wat we ook nog graag zouden willen is, we hebben zoveel mooie fotografen om ons heen. Zoveel leuke mensen ook om ons heen om die community op te bouwen. Hoe we ze bij elkaar kunnen brengen. En daar zijn we echt naar aan het kijken van, nou, hoe kunnen we dat nou doen? Ik merk wel dat je vaak ziet dat je dan een online programma of wat dan ook nodig hebt om ze bij elkaar te krijgen. En ik merk gewoon dat ik die periode gehad heb. Mm-hmm. En dat dat niet meer bij ons past. Ja. Dat we, omdat met een online programma zie je toch vaak dat als je de 100 in hebt zitten, dat de 10 het echt volgen. En de andere een beetje zo moi. Ja. Dus haal je dan het resultaat eruit wat je wil? Hè? Doe je het dan alleen voor het geld? Of ook voor de voldoening die je eruit wil halen? En ik voel die voldoening niet daarin. Nee. Op fotografiegebied dan, hè? Laat ik het daar even op houden. Dus hoe we het vorm willen gaan geven, weten we nog niet. Maar ik voel wel dat daar ook nog iets heel moois ligt, wat we zouden kunnen wegzetten. Ja. Ja, want je hebt natuurlijk te maken met fotografen die de retreats hebben gedaan, portfolio shoots. Dus die bij elkaar te brengen. Nu en nu. Ja. Ja, je brengt ze daar wel fysiek bij elkaar natuurlijk. Ja. Maar je hebt natuurlijk nu een hele groep eigenlijk verzameld. Ja, 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 wat we wel doen is, dat hebben we afgelopen jaar voor het eerst gedaan, dan gaan we in januari weer doen, is een inspiratiedag. En die is echt alleen voor fotografen die in dat jaar bij ons of een portfolio shoot dag of een mentorsessie of een retret hebben afgenomen. Ja. Dus dan breng je de groep wel bij elkaar. Dus eigenlijk heb je al een soort voorproefje. Zo, ja, één fysieke dag. Ja. En we zouden dat graag gewoon door het hele jaar heen hebben. Dat mensen ook aan elkaar vragen kunnen stellen. En dat je elkaar verder kunt helpen. Ja. Dus dan gaan we kijken hoe ja, dat Ja, mooi. Ja. Ik denk ook dat die fotografen zijn natuurlijk letterlijk fysiek met hun camera bezig. Merk je dan ook dat er behoefte is om elkaar fysiek te zien? En dat dan daarom online wat minder speelt? Ja, ze spreken dat ook uit. Tijdens de inspiratiedag was dat heel duidelijk dat ze zoiets hadden. Oh, het is zo fijn om bij elkaar te zijn. En ze voelden heel veel herkenning, want ze lopen toch allemaal tegen hetzelfde aan. Ze hebben vaak toch het idee dat wij ervaren dat niet, maar sommigen ervaren dat dus wel, dat fotografie een heel eenzaam beroep is. Dat je veel zit te editen achter je computer. Ik denk dat je altijd de verbinding op kunt zoeken. Dat je kunt ook samen een dagje afspreken om te editen of wat dan ook. Dus vandaar dat ik daar wel heel erg in geloof. Dat je dat eenzame gevoel niet hoeft te hebben. Nee, nee. En we komen ook in een periode waarin dat de communitygevoel of verbinden nog belangrijker wordt. Ja. Dus ja. Mooi. Mooi project. Nou, dan gaan we door naar het volgende thema. Dat is eigenlijk het laatste thema. Dat heb ik eigenlijk in deze serie toegevoegd, moederschap. Omdat ik in november moeder ben geworden. Dus superleuk. En wat ik al helemaal aan het begin zei, ik denk dat het ook extra verbindt. Ik heb natuurlijk jouw moederschap mogen volgen al 15 jaar lang. Ja. Dus dat is ook wel echt heel leuk. En nu, ze zijn 18, 19, dus dat is ook echt leuk. Je hebt nu inderdaad een foto ook ingestuurd waar ze ook te zien zijn. Ja. En natuurlijk jouw man. Ja. En wat wil je vertellen over deze foto? Ja, we hebben het over moederschap en ik heb bewust een foto met z'n vieren gekozen. Wat ik al zei, we waren zo'n 3-eenheid. Dat nu een hele mooie 4-eenheid geworden is. Voor mijn gevoel heb ik het altijd alleen gedaan. En toen Maarten erbij kwam, had ik voor het eerst het idee dat we samen voor mijn kinderen waren. Ja. En dat is, daar ben ik heel dankbaar voor. En ook fijn hoe het gaat, iedereen elkaar in zijn waarde laat. En dat we nu samen
mooie nieuwe herinneringen maken. Ja. En ja, ze gaan nog steeds mee op vakantie. Ja, nou. Ze zijn nu ook hier in Portugal. Ja. Wat ging jij, ook, ging natuurlijk... jij nog op vakantie toen je 18, 19 was? Ja, ik ben ook wel lang met mijn ouders op vakantie gegaan. Gewoon omdat ik het prettig vond. En kijk, natuurlijk merk ik wel, ze hebben nu ook, zijn ze allebei een keer alleen op vakantie geweest. Examenreisjes hebben ze gehad. Ja. Dus dat is loslaten. En ook gewoon goed. Ook gewoon leuk. Maar ik vind het ook fijn dat ze het nog steeds leuk vinden om mee te gaan. En ja, nu was het natuurlijk ook de combi dat we jullie hier konden zien. Vinden zij ook heel fijn. Zijn heel gek op jullie. En ik ben ook, dat heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Dat ze een goede band hebben met mijn ouders. Dus met opa en oma. Maar ook opa en oma van de andere kant. Zijn er helaas niet meer. Maar dat hebben we altijd wel heel erg gestimuleerd. Ja, mooi. Maar ook het contact met ooms en tantes en neefjes en nichtjes. Ja. Ik vind het leuk, we hebben ook letterlijk plezier met ze, dus dat vinden we ook echt heel leuk. Yeah. En tuurlijk, ja, op een gegeven moment was er het moment 2015 dat wij gewoon wat meer in Malaga zijn, meer in gingen reizen. Yeah. Dus dan is de vraag, ja, dan zie je elkaar lange tijd niet. Hoe is dan die verbinding letterlijk? Yeah. Want je merkt toch, als je fysiek bij elkaar bent, ontstaat er gewoon meer verbinding. Yeah. Maar heel eerlijk, hè, dat kunnen mensen, oh, je ziet elkaar bijna niet, maar toch hebben wij altijd het gevoel gehad van, maar er is echt wel verbinding. Ja, en, zeker. Wellicht soms nog meer, omdat je op het moment dat jullie hier zijn, zit je toch een beetje in de relaxte vakantiestemming. Ja. En ben je wat langer bij elkaar, kom je wat meer tot andere gesprekken. Zeker. En het komt van twee kanten. Hè? Enerzijds hebben wij het heel erg gestimuleerd naar de kinderen toe, om dat contact met jullie en met mijn ouders en zo te hebben. Anderzijds komt het ook vanuit jullie en vanuit mijn ouders. Dus ook dat is weer verbinding, want het komt van twee kanten. Ja. En dat is gewoon super belangrijk. Ja, zeker. Ja. Vind ik. Ja, dat vind ik ook. Ja, nee, en ik denk dat, dat zeggen Stijn en ik de laatste jaren wel, ik denk dat wij de familie steeds belangrijker zijn gaan vinden. Ja. Dus ik, zeker nu, ja, natuurlijk is het fantastisch om dan ook de interactie te zien van onze dochter op de neefjes, nichtjes en hoe dat allemaal gaat en op jullie. Dus dat geeft nog eens extra aan van, maar het is ook investeren in elkaar, hè. Ruby was natuurlijk 2 weken. En toen zijn wij gewoon een weekendje met de kinderen naar Spanje gevlogen om dat te zien. Ja, super bijzonder. En ook zijn die waren erbij. Eigen tickets betaald. Hebben ze ook nog betaald. Hè? Ja, dat toont wel aan hoe graag ze mee willen. Ja, precies. Dus, maar goed, dat hadden we ook niet kunnen doen. Dat is wat ik ze mee wil geven. Ja. Familie is gewoon belangrijk. Ja. Nou, dat bewonder ik ook heel erg. Dat je dus ook de moeite hebt gedaan om regelmatig naar ons toe te komen. Ja, ik denk van de familie dat zeker. Ik de meeste ben geweest. High score. Of de ouders na dan misschien. Maar. Ja, inderdaad. Ja. Ja, maar wel gemiddeld 1 keer per jaar. Misschien een jaartje overgeslagen, maar volgens mij... Even op de ouders na, denk ik, dat ik wel het meest trouwe ben. Ja. En toch nog even over het moederschap, want ik had ook wel de vraag, hoe vind jij, zeg maar, hoe is het voor jou geweest om moeder te worden? Maar daarin ook gecombineerd met je wind volgen. Je liet net van, je bent op 25e moeder geworden. Ja. Hoe was dat voor jou eigenlijk? Was dat stimuleerde dat juist om bepaalde keuzes te maken? Of zaten er wel wat uitdagingen in? Ja, ik denk dat je uitdagingen altijd hebt in het leven. Ja, nou ja, ja. Maar voor mij is dat altijd wel heel natuurlijk gegaan. Ik heb van jongs af aan al de wens gehad om jong moeder te worden. Nou ja, ik was 22 toen ik trouwde, 25 toen de eerste kwam en 26 toen de tweede kwam. Er zit 16 maanden tussen. Het is altijd de vraag of het lukt, maar wel een bewuste keuze. Ja. En ik heb het altijd als... Je hoort best wel veel mensen van, dat is zwaar, 2 kinderen in 16 maanden tijd. Maar ik heb dat zelf nooit zo ervaren. Tuurlijk zet je jezelf wel iets naar achter, want kinderen hebben gewoon wat meer zorg nodig. Ja. Ja. Maar ik had toen een parttime baan, fulltime de dansschool. 2 kinderen in 16 maanden tijd. Ik had wel een volle agenda, om het zo maar te zeggen. Maar ik deed het gewoon. En ik heb nooit ervaren dat ik het niet aan kon of wat dan ook. En dan had ik gelukkig wel goede slapers. Dus ik denk dat dat ook wel scheelt. Ja. Wat moeilijkere eters. Maar dat heb ik maar voor lief genomen. Ik
komt uiteindelijk wel goed. Ja. Weten we uit ervaring. Ja. En ik heb daarin wel... kijk, op de dansschool heb ik ook gewoon heel erg mijn eigen ding kunnen doen. Heb theatershows mogen organiseren. En we werken natuurlijk veel in de avonduren. Dus overdag was ik er wel veel voor de kinderen. Ja. Dus ja, ik precies. heb wel... heel veel tijd met hun gehad. En de oppas die ik nodig had, was eigenlijk als ze op bed lagen. Ja. Ja. Of op de dagen dat ik bij de gemeente werkte, maar dan was hun vader thuis. Dus, ja. En dat vond ik ook belangrijk. Dat ik zoiets had van, als ik thuis ben, draaide alles op mijn schouders. Dus ik heb daarin ook wel heel bewust voor mezelf gekozen. Niet dat misschien dan de gemeente de meest uitdagende plek was om te werken, maar het was wel dat ik ook daar gewoon mijn eigen ding kon doen, dat je niet 24/7 op mekaars lip zat en ja. ook dat hij ook de zorg voor de kinderen ja. had, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat je dus daar was je gewoon wel echt even Danielle, ja, weer in een andere rol, maar ja. zo ja. Ja, en heb ik ja. ook van daaruit heb ik best wel veel cursussen en opleidingen kunnen volgen en heb ik mezelf ook verder kunnen ontwikkelen. Ja, ja. Dus dat was ook gewoon prima. Ja, want dat is ook wel een soort rode draad bij jou, hè? Ja. Ja, want deze podcast gaat natuurlijk ook over, hey, wat doe je nou aan persoonlijke ontwikkeling of self-care? Maar dat... Veel. Dat, ja, ja, inderdaad. Dat, altijd wel een dat coach laat je wel of een zien. Opleiding ja, of ja, wat precies. dan ook gehad. Ik heb dit jaar heb ik nog een opleiding tot hypnobirthing docent gedaan. Ja. Dan weet ik van tevoren vaak niet waarom ik dat moet doen, maar dan voel ik dat heel sterk. Nou heb ik altijd wel verloskundige willen worden. Dus er was, en de geboorteshoots, daar lag wel een ja. grote link. Ja. Maar uiteindelijk blijkt dat dat ik heel erg aanging op het hypnosestuk en daar dat nu in de retraite verder vorm kan ja, geven. Ja, hoe mooi is dat? Ja, ja dat is prachtig. Is, ja. Maar dat wel door je gevoel te laten spreken en ja. daar ook op in te durven gaan. Ja, ja en ook dingen te doen. Ja. Want ja, ja. We, pas door letterlijk in beweging te komen, ja. Ontdek je van, hey, dit is ja. het wel, dit is het niet. Nou, ja. Nu heb je... Hey, je haalt er iets uit en dat neem je weer mee. Dus ja. dat is wel dus heel ik mooi. Blijf daar ja. wel continu investeren in mezelf. Ja. 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 Dat doe ik eigenlijk al 12 jaar. Ja, mooi. Ja. Ja, 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 ja. ja, want de laatste tijd hebben we het ook iets meer gehad over... ik weet, je bent ook een fanatieke kijker van onze liveshows. Ja. dus we hebben toen Sarah Leers in de liveshow ja. gehad over human design. Heel dus, interessant. heel leuk, ja. ja, ja. Want ik ga je nog iets toesturen. Of nou ja, we hebben laatst had ik inderdaad... een post of in een story geplaatst van... hey, ik zou graag een reading willen doen komende maand. Ja. Om toch wat meer verdieping. Nou, het ging helemaal los. Dus dat is echt... Top. Dus ik wil ik ook graag. Ja. 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 Heb je, want ik dacht, nou, laat ik nog even met jou over, met human design. Want ik vond het zo mooi toen wij laatst dus... in mei was dat, bij jullie waren. Toen zei ik, kijk, ik heb er even weer bij stilgestaan. Nou, helemaal uitgewerkt. Ja, ja. Mijn hele profiel dus, uitgeschreven. En ja, wat ik eigenlijk daaruit haalde, was dat ik al heel erg veel leef volgens mijn eigen design. En dat is onbewust gebeurd. Ja. Maar daardoor had ik wel voor mij de bevestiging dat ik gewoon heel erg vanuit mijn gevoel leef. Dus dat ja, vond ik echt super tof om te ja. zien. En voor de kinderen wil ik hem ook nog uit gaan schrijven. Want het zijn totaal andere types. Dus ik ben ja. heel benieuwd. Ja, interessant. Ja, wat daar dan uitkomt. En ik merk ook, doordat ik al weet wat voor profiel ze hebben, dat ik weet dat zij op andere manieren reageren. Ja, ja want ik zit even ja. te denken, bijvoorbeeld, het gaat ook over keuzes maken. Dus voor jou is het, je bent een manifesting generator, ja. dus vooral het buikgevoel, hè, dus ja. Luisteren. Nou weet ik, de kinderen zijn projectors. Ja. Maar wat is dat? Wat is bij hun ook weer belangrijk? Zij zijn niet zo hoog in energie. Klopt, ja. En, ja. en dat was met name wat mij opviel. Wij noemen het altijd thuis dat ze in hun grot zitten. Dus ze zitten heel graag in hun eigen bubbel op hun kamer. Ja. Daar zat ook wel de leeftijd als ik zo om me heen hoor. maar door dat profiel weet ik nu ook dat die behoefte voor hun heel sterk is om bij hun eigen energie te blijven. Omdat ze niet zoveel energie hebben, niet zo hoog daarin ja. zitten ja. als... Maarten en ik bijvoorbeeld wel zitten. Wij zijn manifesting generators. Dus, we zitten altijd heel ja, hoog. Ja, dus hup, doen. En, dan botst dat wel eens. Ja. Dat wij niet snappen van...
joh, waarom doe je het niet gewoon? Ja. Maar nu begrijp ik het dus wel. Ja, ja, precies. Ja, het is toch wel eens lastig, maar ja. Ik begrijp wel waar het vandaan komt. Ja, ja, interessant. Nou, dat is ook wel leuk. Dat maakt ook dat wij ook dachten, oh, we willen ook iets meer weten van onze dochter, zeg ja. maar. Ja. En volgens mij laatst deelde ik het al met jou van, ik had er heel even een paar. Ik ging iets meer in de verdieping. Ik ging de kanalen opzoeken. Ja. Dus, en de gates, de poorten. Dat was een poort van detail. En dat zag ik echt bij haar gebeuren. Ja. Dus dat is wel, wel grappig. Ja, is mooi. Het is echt heel mooi dat ieder zo zijn eigen profiel heeft. En het maakt het ook wel een stukje makkelijker als je weet hoe iemand in elkaar zit. Ja. Heb je, want je hebt hem echt helemaal uitgestippeld. Ja. En nu ga ik misschien eens vragen wat je niet weet. Maar, of misschien wel. Maar heb je het incarnatiekruis ook gezien van jezelf? Wat dat is? Dus dat is eigenlijk waarom je hier op de wereld bent. Dus eigenlijk. Ik weet niet of dat het incarnatiekruis is wat ik dan gezien heb. Maar er stond wel heel duidelijk in dat ik hier op de wereld ben om andere mensen te gidsen. Oh, nee, dat om is denk ze ik te dat. Ja, helpen. De missie, ja. Dat ik. Dus het coachen klopt dus heel erg. Ja, ja, ja. Dat toch weer terugkwam. Dus dat vond ik wel. Mooi om te zien. Ja. Dus dat kwam wel heel duidelijk naar voren. Ja, leuk. Dat ik daar heel sterk dus blijkbaar in ben om mensen het te helpen het juiste pad te vinden. Ja, ja, mooi. Ja, 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 dat is, zo zie ik dus de human design is gewoon mooi. Ik breng dingen, het verheldert dingen, laat ik zo zeggen. En het absoluut. Is ook weer een verdieping. Ja. Inderdaad, om nog meer van jezelf te weten en te handelen. En nou ja, ook inderdaad je keuzes maken. Hoe doe je dit? Oh ja, wacht. Toen heb ik dat met mijn hoofd gedaan. Nee, ik moet luisteren naar mijn buik. Ja, ja. Nou, dat stond er ook wel heel duidelijk in. Dat ik echt goed naar mijn buikgevoel moet luisteren. Dus, ja. Ja. Ja, mooi. Mooi, ja. Nou, dat vond ik nog een leuk thema om nog even te bespreken. En ik ga richting de afsluiting. Ja. Want ik vond het echt leuk. Leuk om met jou hier te zitten in Casa di Oma. Ja. Andere setting. Ja. Ik wil eigenlijk nog afsluiten met een vraag over bijzondere keuzes. We hebben het natuurlijk al over verschillende dingen gehad, maar is er een bepaalde keuze, als je nu terugkijkt, die wellicht voor de buitenwereld bijzonder was, maar waarvan jij dacht, maar ik ben daar zo dankbaar voor dat ik dat gedaan heb. En in de voorzichtigheid wellicht dat ik het andere ook gun. Maar is er dan iets wat er bij je te binnen schiet? Ja, het is misschien heel raar om te zeggen. Maar ik heb vroeger wel eens gezegd, ik gun iedereen een scheiding. Wow. Klinkt natuurlijk heel raar. Ja. Maar wat ik daarmee bedoel te zeggen is eigenlijk, het heeft mij heel veel inzicht in mezelf gebracht die ik niet had gehad als ik in dat huwelijk had blijven zitten. Het was niet mijn keuze om te scheiden. Maar ik kan nu wel zeggen dat ik hem dankbaar ben dat hij die keuze heeft gemaakt. Omdat ik nu mezelf weer terug heb en weet wie ik ben en waar ik blij van word. En dat had ik nooit geweten als ik niet was gescheiden. Ja. Dus het klinkt heel raar als ik zeg, ik gun iedereen een scheiding. Maar wat ik eigenlijk bedoel is dat er iets gebeurt in je leven waardoor je bij jezelf komt. Ja, nou, ik denk dat ik vind het heel mooi dat je het aangeeft. En ik denk eigenlijk dat het meer een positieve lading geeft aan scheiden. Zo, ik denk, hè, je hoeft niet te gaan scheiden om je leerlessen te leren. Nee. Ben ik niet van plan. Nee, zou ik ook zeker niet doen. We zijn trouwens ook niet getrouwd, dus dat kan ook niet. Maar noemen ze uit elkaar gaan dan. Oh. Gaan we niet doen. Nee, maar ik denk wel voor de mensen die helaas te maken hebben gehad met de scheiding, wel zo zou kunnen kijken. Ja. Ja, je kunt altijd naar de ander blijven wijzen, maar ook gaan kijken van welke rol heb ik hier zelf in gehad. En ik weet gewoon, ik heb de ander over mijn grenzen heen laten gaan, continu. Ja. En dat heb ik gedaan. En daar heb ik van geleerd. Ja. Nou, mooi. Dankjewel. Nou, ik vond het leuk. Ik denk dat wij onze, je man, ik mijn vriend, neefjes, nichtjes, iedereen gaan opzoeken. Ja. Wij gaan even al voor in. En gaan het van de andere kant ook helaas afsluiten, want jullie vertrekken morgen alweer. Overmorgen. Gelukkig. Ja. Ja. Dus dankjewel. En ik wil jullie ook bedanken voor het kijken. En ik ben heel erg benieuwd. Wat vonden jullie van het gesprek? Wat hebben jullie zelf eruit gehaald? Laat even weten onder de video. Hartstikke leuk. En vergeet dat duimpje niet omhoog te doen. En
We zien jullie graag de volgende keer weer. Ciao. Doei. Doei. Ciao.